Ja, het was natuurlijk, zoals iedereen weet, een dramatisch jaar voor alles en iedereen. Ook voor ons, ook bij de vliegdienst, de vliegoperaties. We hadden grote plannen, 75 jaar bevrijding. Dus we hadden allerlei shows, evenementen gepland, vliegtuigen in de planning staan met vliegers. En half maart werd dat natuurlijk allemaal gecanceld. We hebben uiteindelijk besloten om twee vliegtuigen in mei richting Midden-Zeeland te sturen. Om daar te kunnen blijven vliegen. Daar mochten we wel blijven vliegen. Op Gilserijen militair vliegveld dus niet. Om de currency een beetje op peil te houden van de vliegers. Nou, er is redelijk gebruik van gemaakt. Halverwege juni werden de beperkingen op de vliegbasis opgeheven. Wij mochten dus weer vliegen vanaf Gilserijen. We hebben de vliegtuigen uit Midden-Zeeland weer teruggehaald. En we zijn met volle goede moed, met coronabeperkingen natuurlijk, zijn wij begonnen met het vliegprogramma, met het trainen. Echter, ja, geen evenementen, geen airshows. Dus we hebben veel kunnen werken aan currency van vliegers. En het op peil brengen van opleidingen die er nog liepen. De operatie met de Mitchell, die zijn wij ook begonnen halverwege juli, eind juli eigenlijk. En tegen alle verwachtingen in hebben we daar alle trainingen en herkwalificaties van vliegers tot en met het behalen en het weer herkwalificeren van de displayautorisatie hebben kunnen voltooien. Dat houdt in dat de Mitchell, naast het feit dat hij zich heel goed technisch gedragen heeft, dat wij als vliegers voor volgend jaar geheel gekwalificeerd zijn om het seizoen in te gaan 2021. We hebben dan dit jaar een tweede Spitfire erbij gekregen. Komt het een beetje op neer, hè, waar we mee kunnen gaan vliegen. En dat is van Stichting Flying Vintage Every Day. Daar hebben we wel wat op gevlogen. Echter, daar moest er nogal wat, zeker logistiek, nog wat aan gedaan worden. Het vliegtuig was eerst Engels geregistreerd, is naar Nederlandse registratie gegaan. Kwalificatie van de piloten die daarop mogen vliegen is nog niet helemaal afgerond, maar we hebben er wel wat mee mogen vliegen. En we hopen volgend jaar, zeker met twee Spitfires en misschien wel met drie, een aantal leuke opdrachten te kunnen vliegen. In een formatie van Matt en Mitchell, noem maar op. Dat is natuurlijk wel een heel mooi gezicht en een mooi vooruitzicht.